Voilà, naast mij zit Mark Noppen, gedelegeerd bestuurder van het UZ Brussel, de grote baas, mogen we wel zeggen. Vertel eens, veel mensen kennen het ziekenhuis, maar waarom is dit ziekenhuis zo belangrijk? Wel, wij zijn belangrijk omdat wij een aantal functies combineren. Wij combineren een loco-regionale zorgopdracht, waarbij we de mensen uit de directe omgeving de gepaste zorg. 40% van ons patiënteel komt uit het Brussels gewest, en misschien een klein beetje de 2500 kinderen die hier doorgeworden zijn, administratief Jettenaren. Ik geloof dat jullie ook gewoon de grootste werkgever van Jetten zijn. Veel mensen beseffen dat niet. Ja, absoluut. Dus hier werken 3800 mensen. En als je de campus, de VUB-campus, achteraan hier nog bijtelt, zitten we hier met een 5000. Dus we zijn denk ik wel de grootste werkgever in de regio. Maar jullie zijn ook wereldtop in een aantal disciplines, hè? Dat mogen we toch wel zeggen. Ja, dat mogen we zeggen. En soms zijn we zelfs een beetje te bescheiden, denk ik. Maar het is waar, dus naast die loco-regionale zorgopdracht zijn wij een universitair ziekenhuis. Dus we leiden mensen op, dus we hebben ook veel studenten. Maar wij doen ook aan wetenschappelijk onderzoek. En we passen dat ook toe in onze zorg. De fertiliteitskliniek is daar een voorbeeld van. Een kwart van onze patiënten komen van overal ter wereld. Ja. Dus we zijn toch wel een aantrekkingspoop. Op bepaalde niche-domeinen in de geneeskunde, de fertiliteitsgekend, er zijn er andere, hart- en vaatziekten, oncologie, radiotherapie, een aantal domeinen waar we vooral het wetenschappelijk onderzoek combineren met zorg, en dat noemt men dan translationele onderzoek, hè. Dus het echte nieuwe gaat heel snel naar de kliniek, en dat is een voordeel voor onder andere de Brusselaars en de Jettenaren, omdat ze hier sneller dan elders direct de meest up-to-date behandeling kunnen krijgen. En sinds kort kunnen ze hier ook weer makkelijk en sneller geraken. Tram 9. Ervaringen tevreden over de bereikbaarheid? We zijn zeer tevreden dat de werken rond tram 9 achter de rug zijn. Wij ook. Dus het ziet er ook netjes uit. Het is mooi. De verkeersdoorstroming is vooralsnog vrij vloeiend. Met een paar kinderziektes, maar dat is normaal. En we zien toch dat die tram vol zit. Dus dat betekent dat hij gebruikt wordt. En dat is uiteindelijk. Jullie zijn nog op een ander vlak uniek? Ja, we staan hier in een kinderziekenhuis. We hebben dus een kinderziekenhuis en een volwassenziekenhuis. Als we spreken over kinderen, spreken we over de Brusselse realiteit, demografisch. Wij zijn een Vlaams ziekenhuis. Mm-hmm. Wij hangen af van de VUB. Maar Vlaams zijn voor ons betekent gastvrij zijn en meertalig zijn. En openstaan voor de realiteit van Brussel, de diversiteit. Dus iedereen is hier welkom. En iedereen die in contact komt met patiënten, spreekt minstens twee talen. Mm-hmm. En ik denk dat we mogen zeggen, in de Brusselse context zijn we daarin vrij uniek. Ja, en een voorbeeld, denk ik. Hoop ik. Ja.